Krijg je veel vragen van uh, ouders, Joni, op, uh, op het ontartiaat, mensen die bij jou langskomen, hoe ze uh, hun kinderen minder kunnen laten erven? Ja absoluut. Ja? ja, absoluut. En is dat een, een, een vraag die, die toeneemt? Of is Enorm. Dat... Ja? Enorm, ja. Het is, um, dat is, het is een heel bijzondere situatie over, um, over hoeveel mensen dat ik zie die, die dus inderdaad problemen hebben met de kinderen. In de zin van... Het grootste probleem is, ze komen niet meer naar huis. Ja. En dan vraag je wat er gebeurd is. Omdat ik, ja, ik ben wel niet zo heel zakelijk notaris. Ik heb graag ook allee, de, achtergrond de achtergrond van het ja. verhaal. Ja. Uh, wij oordelen daar niet over. Maar natuurlijk, het ja, is altijd gemakkelijk uh, om te weten wat er gebeurd is. Plus, je hebt ook een vertrouwensband met ons. Um, en dat, ja, dat is een heel, heel, heel frequent voorkomend probleem. En vaak kan dat ook echt niet benoemd worden wat er gebeurd is. Nee. Ja. Je dus, kan er niet echt de vinger op de wijzen? Nee dat punt even dan en dus dat is vaak dan inderdaad zoals dat mevrouw hier gezegd heeft dat zijn een aantal frustraties die opborrelen dingen die niet uitgesproken worden en dan ontploft het.